We zitten hier bij de 50PLUS-partij en als de dag van gisteren kan ik namelijk herinneren dat ik ooit eens een keer een jongerendebat heb geleid. En dat is heel lang geleden, dus ik vraag me af, wat is er in die godsnaam in die afgelopen 46 jaar of 40 jaar gebeurd? En nu zitten we ineens hier bij de 50PLUS-partij, de dames van de 50PLUS-partij. Ik ga even jou introduceren. Wat doe jij precies bij de 50PLUS-partij met je? Nou, wat ik erbij doe, ik hoop dat ik erbij kom, dat mensen op me gaan stemmen. Nummer 10, lijst 26. Mm. Maar wat ik doe ik erbij? Ik ben al een hele tijd bezig om in de buurt dingen te doen. Filmpjes te maken, mensen tot elkaar te brengen. En dat vond ik dus heel leuk om dat ook door te zetten officieel. Snap je? Als je in de gemeenteraad zit, kun je ook veel meer voor mensen betekenen. Mm-hmm. Maar wat jij daarnet zei, wil ik heel even op ingaan. Ja. Jij was bij de jongerenpartij. Ja. En toen dacht je, wat doe ik in godsnaam bij 50PLUS? Ja. Maar ja, jij bent nu ook al bijna 50PLUS, of je bent het al. Ik ben 56 jaar. Nou, dan hoor je erbij. Ja, dan hoor ik erbij, inderdaad. Dus jij hoort bij ons. En wie er ook bij hoort natuurlijk, dat is Simon. En wat is jouw functie precies bij de 50PLUS-partij? Nou, eigenlijk hetzelfde als met je. Hoop ik dat ik gekozen word voor de gemeenteraad. Ik ben nummer 9, lijst 26. Mm-hmm. En daarnaast zijn wij ook allebei kandidaat voor de stadsdeelraadcommissie, de pijp rivierenbuurt. Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk dat als je iets wil betekenen in de politiek, dat je begint in je omgeving. En in de buurt waar Metje en ik wonen, in de pijp en in de rivierenbuurt, is heel veel te doen om het leven van mensen te verbeteren. Dat geldt voor 50PLUS, maar dat geldt ook voor jonge gezinnen, studenten. Er zijn verschillende issues die geadresseerd zouden moeten worden. Ja, dan heb ik inderdaad de website bekeken van de 50PLUS Amsterdam. En het eerste wat mij inderdaad opvalt is dat jong en oud worden verbonden. Hoe gaan jullie dat jong en oud dan verbinden? Waarom zou ik, als ik bijvoorbeeld 30 ben, bijvoorbeeld op de 50PLUS partij gaan stemmen? Nee, ik zeg altijd, als we een goed beleid maken voor mijn moeder van 86 of mijn tantes van 80, dan is dat ook goed voor ons en ook goed voor mijn kinderen van 23 en 16. Omdat je met verschillende lagen in de samenleving te maken hebt. Bijvoorbeeld wij zijn als partij, 50PLUS Amsterdam, zeer geïnteresseerd in goede zorg, zowel voor jong en oud. Dat kan je niet zomaar alleen maar voor één groep maken. Dat moet je voor alle lagen van de bevolking maken. Hoe wij een verbinding zouden willen maken tussen jong en oud. Er zijn allerlei initiatieven om jongeren en ouderen in allerlei woonprojecten te krijgen. Bijvoorbeeld als er een verzorgingshuis komt waar de ouderen op de benedenverdieping zouden kunnen wonen en dat er bijvoorbeeld studenten zijn die op andere verdiepingen kunnen wonen en dat er dan contact is tussen deze twee groepen. Oké, nou is er zo'n meer aandacht voor zorg en samenleving? Dat is dus het tweede kernpunt wat ik op de website van 50PLUS heb gezien. Dat is iets wat bijna elke partij heeft. Wat is het verschil tussen wat 50PLUS doet en bijvoorbeeld een andere partij? Ik wil eerst even terugkomen op wat jij zei. Toen ik dus jong was, toen had je ineens dat mijn moeder zei van, toen was er Drees. En Drees had gezorgd voor de AOW. Ja. Nou, en als kind, nou, wat kan jou dus wel schelen dat hij Drees heeft gezorgd voor de AOW, je wist niet eens wat het was. Maar nu heb ik zelf die AOW, dan denk ik, jeetje, ik ben die Drees toch wel heel erg dankbaar. En ik hoop dat wij dus ook voor jongeren dingen kunnen betekenen. Mm-hmm. Dat ze later zeggen, hé, maar dat hebben ze toch maar even goed voor ons geregeld. Want ik vind dus dat de aankomende 50ers, plussers, hè? Ja. Dat zijn meestal ondernemers, dat zijn meestal ZZP'ers, of meestal, maar vaak ZZP'ers, die geen werk meer hadden.
uit ellende toch maar ZZP'er zijn geworden, al hun polissen hebben afgekocht. Dus er komt straks een golf van armoede aan en daar moeten we ook iets aan doen. Oké, nou dat heeft ook te maken met daar toch wel meer over nadenken dan andere partijen. Oké, en natuurlijk wat Drees, het voordeel wat Drees had in de jaren 50 was natuurlijk dat je dan je oma of je opa niet in huis hoefde te nemen, omdat er geen verzorgingstehuizen waren. En dat is natuurlijk het voordeel ervan dat je nog lang als oudere zelfstandig kan wonen. Maar ook je geld had, ja. Je eigen geld. En dat is ook heel belangrijk. Jawel, maar het is natuurlijk een heel groot goed als mensen langer thuis kunnen wonen. Maar dan moeten we het wel faciliteren. Mm-hmm. Op het moment dat iedereen collectief in een verzorgingshuis gaat, terwijl dat misschien nog niet nodig is, kost dat de samenleving ook een heleboel. Dus als je faciliteert dat mensen thuis kunnen blijven wonen, dan betekent dat dat je meer zorg in de wijk moet hebben. Mm-hmm. Dan moet je niet, zoals de afgelopen regeringen hebben gedaan, en gemeentebeleid is geweest, de wijkverpleging voor een groot deel wegbezuinigen. Dan moet je niet, zoals de afgelopen periode is gebeurd, het fijnmazige gemeentevervoer halveren. Want als jij, zoals hier bij ons in de pijp is gebeurd. Ja, nog even over die wijkverpleging. Maar die wijkverpleging, dat soort maatregelen, die worden in Den Haag genomen en het openbaar vervoer wordt in Amsterdam geregeld. Nee, wat kan Amsterdam? Maar wij kunnen het wel aangeven wat er in de buurt gebeurt. Okay. Nee, maar mensen moeten echt zorg hebben die thuis blijven wonen. Ja. Jawel, maar wordt dat in Den Haag geregeld of wordt dat in de gemeenteraad geregeld? Nee, de gemeente die verzorgt de zorg, hè? Die krijgt wel van de overheid gelden voor de zorg. Mm-hmm. Maar de wijkverpleging, dat is wel een collectieve maatregel waar gemeenten iets aan zouden kunnen doen. Mm-hmm. Als het gaat om fijnmazig vervoer, waarbij dan tramhaltes of bushaltes zijn weggehaald bij verzorgingshuizen, bijvoorbeeld op bij de Amstel en de Centuurbaan. Mm. Ja. Je moet dus de mensen ook kunnen faciliteren om langer thuis te blijven wonen. En dan hebben ze wat extra zorg nodig. Dan moet er een wijkverpleegster kunnen komen. Dan moet er een schoonmaakster kunnen komen. Maar volgens mij moet de gemeente dat beslissen, hoor. Ja, dat is ook zo. Voor het openbaar vervoer wel. Maar ja, het openbaar vervoer, de gemeente zit daar natuurlijk ook in een soort spagaat. Want als die tram elke keer stopt bij elke holle boom, dan schiet dat openbaar vervoer ook weer niet op. Dus ja, maar heeft daar altijd gestopt. Ja. En het was echt wel, er zat wel de meters tussen die er tussen horen te zitten. Mm-hmm. Maar dat ze er willekeurig maar, ze hebben meer trams weggehaald. Mm-hmm. Maar juist bij het bejaardenshuis, dat was dus niet nodig geweest. Nee. Ze hebben er niet over nagedacht. En welke partij is daar dan het meeste debit aan? Nou, kijk, als je kijkt wat de afgelopen jaren in de stad is gebeurd. Het laatste stadsbestuur, of het huidige stadsbestuur, is natuurlijk een VVD, GroenLinks, D66 bolwerk. En die hebben ervoor gezorgd dat fijnmazigheid van het wegvervoer is wegbezuinigd. Want het is inderdaad een gemeenteaangelegenheid. 50PLUS vindt echt dat er meer rekening moet worden gehouden met ouderen. Je moet je ook voorstellen dat we in Nederland, en nu zeg ik het even uit mijn hoofd, ik weet niet of het helemaal klopt, meer dan 3 miljoen 60-plussers hebben. Mm-hmm. Een heel groot deel van ook Amsterdammers zijn 60-plus. Die hebben toch andere behoeften dan als je 20 bent en op de fiets kan. Hè? Hoe ziet die 60-plus gemeente er eigenlijk uit als we het over... je zegt net, er zijn er 3 miljoen in Nederland. Meer dan 3 miljoen. Wat is eigenlijk het electoraat van die 50-plus partij? Zijn dat arme mensen? Waar komen die mensen vandaan? Zijn dat ex-VVD'ers? Er zitten in alle lagen van de bevolking, zijn 60-plussers. Maar de VVD heeft natuurlijk wel een beetje huis gehouden, vind ik zelf. Maar kijk, er is nog een oudere partij en dat vind ik helemaal niet erg, want je hoeft niet het monopolie te hebben. Mm-hmm. Ik heb nog liever dat er nog wat oudere partijen bij komen, want er zijn heel veel ouderen in Amsterdam. En er komen natuurlijk nog steeds meer ouderen. Ja. En één partij hoeft niet het monopolie te hebben, nee, je moet maar met elkaar kunnen maar overleggen. Maar het verschil is tussen 50PLUS en de andere oudere partij in Amsterdam, is dat wij een landelijke uitstraling hebben. Wij doen mee in meer dan 20 gemeenten.
aan de verkiezingen. Als iedereen in de gemeenteraad komt, dan kun je ook met zustersteden en zusterpartijen overleggen. Daarnaast hebben wij ook nog 4 Kamerleden die verschillende portefeuilles hebben. Dus als je bijvoorbeeld problemen hebt van nou, hoe gaan we de zorg beter doen in Amsterdam en je wil een maatregel doorvoeren en dat lukt niet meteen, dan kunnen we naar Den Haag gaan om aan Leonie Sazizas, die de zorg doet daar, te vragen, kun je ons ondersteunen? En dat geldt ook voor andere onderwerpen. Dus daarmee zijn wij toch wel een wat solidere partij dan de andere partijen. Dus de 50-plus partij heeft dus meer expertise. Ja, we hebben 4 lijntjes naar Den Haag, dus we kunnen ook meer. Maar, en dat kunnen die splinterpartijen niet? Nee, die kunnen want die hebben geen lijntjes naar Den Haag. Die kunnen niet profiteren van wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Die kunnen niet profiteren van sommige dingen die misschien op gemeentelijk niveau niet helemaal kunnen worden bedacht, dat ze dan uiteindelijk een soort steun in de rug in zijn, omdat we contact hebben met ook Den Haag. Dat maakt 50PLUS een solide partner en een solide partij om op te stemmen. En het laat natuurlijk onverlet dat wij voor de ouderen er zijn. In eerste instantie, we willen heel graag dat er meer aandacht te zijn komt voor ouderen. En dat zij ook een fijne leven hebben. Een van de grote problemen, daar hebben wij het laatst over gehad, is de eenzaamheid onder ouderen. De eenzaamheid onder ouderen is heel erg. Daar ben ik dus al een hele tijd mee bezig. Mm-hmm. Want ik heb dus, kijk, mensen die vinden Hollandse avonden leuk, bingo vinden ze leuk. Maar ze vinden ook leuk om actief te zijn, om in een film te spelen of een show op te maken. En dan had je mensen die wonen tegenover elkaar al 30 jaar. En ze kennen elkaar niet eens. En op een gegeven moment ga je dan samen iets organiseren. En ze gaan met elkaar naar de bios en ze koken voor elkaar. Dan denk ik bij mezelf, kijk, dat is ook een goed initiatief. En daar zijn wij ook heel erg mee bezig. Want eenzaamheid zie je niet. Je ziet wel dat de stoep tegen niet goed ligt. Of dat de tram verkeerd rijdt. Maar eenzaamheid zie je niet. En dat wil ik ook graag oplossen. En wat voor projecten initieert dan de 50PLUS partij in Amsterdam en in Amsterdam-Zuid om dat soort activiteiten te organiseren? Nou, daar zijn wij dus voor. Wij, voor de commissie, om na te doen. Oké, er zijn dus verschillende buurtactiviteiten. Die zijn er ook wel. En die buurtactiviteiten moeten dus gefaciliteerd worden. Waar komt dat? Hoeveel geld moet er dus bij komen om dat soort activiteiten te kunnen organiseren in Amsterdam-Zuid? Eerlijk gezegd heb ik over geld nog niet eens nagedacht, want ik heb altijd zonder geld gedaan met low budget. Dus ja, als het geld zou zijn, dan zouden we nog meer kunnen doen. Mm-hmm. En ik denk dat zij daar meer verstand van heeft. Ja. Nou, ik denk dat je met verschillende organisaties eerst onderzoek moet doen van hoe zit het ermee. En dan moet je inderdaad een begroting gaan maken van wat gaat wat kosten. Maar ik denk dat het onderbreken van de eenzaamheid en het betrekken van deze groep bijvoorbeeld bij de samenleving zoveel belangrijker is dan het budget dat eraan vast zit. Dat is ook één kernpunt om de vraag van Onno te beantwoorden. De vraag, Onno. Ja, mijn naam is Onno van der Vlerk en ik had een vraag over die veiligheid. Ik woon zelf in de pijp, ben 6 jaar mantelzorger geweest voor mijn vrouw. En iedere dag als ik achter de rolstoel liep en ik sta op de hoek bij het zebrapad, is er geen fietser die stopt. Auto's stoppen wel, fietsers niet. Ook op de stoep, daar wordt met volle vaart gefietst, gebakfietst en gescooterd. En ik ken ook veel ouderen die zeggen van ja, ik durf niet meer op straat, ik ben bang op straat. Ze hoeven maar één verkeerde beweging te maken, opzij springen, ze hoeven niet geraakt te worden, struikelen en een heup breken en ze hebben levenslang. Wat verkeersveiligheid voor de oudere 50-plus medemens? Wie heeft ik weet dat ze heel hard rijden en dat ik moet ook eens aan de kant springen. Ja, ik heb altijd een hekel aan regeltjes en zo, maar scooters mogen ook niet harder. Maar fietsers gaan soms ook heel erg hard, hè? Mm-hmm. Vooral jonge lui, die kunnen heel erg trappen. Ja.
En ja, of je zou ze daar dat moeten vertellen en voor moeten lichten. Maar ik weet niet of we daar een verordening voor kunnen maken. Dat lijkt me zo moeilijk om te zeggen, nou, u mag maar op de fiets 25. Hmm. Het is vreselijk dat het gebeurt. Maar ik denk dat je ze aan verstand moet brengen dat dat niet kan. Dus ja, meer, dus meer in informatie dan handhaving. Wat is dat, ja, als ik het zo nou, samen ja, mag vatten? Ik denk dat er wel een soort mentaliteitsverandering is. Ja, dat denk ik ook. Ja, en hoe echt gaat dat met filmpjes, voorlichting? Ja, ik denk dat er voorlichting gegeven kan worden. Zowel in de buurt, maar ook op scholen, ja. Over wat dat gedrag, want het is vaak heel erg brutaal en asociaal gedrag, mm-hmm. Wat dat kan betekenen voor mensen die bijvoorbeeld slechter been zijn, zoals Onne net zegt, mm-hmm. Mensen met een rolstoel, die hebben daar last van. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. De ideeën om, laat zeggen, die verkeers... onveiligheid, ja, zeker voor oude mensen, te kunnen tackelen. Ja. Nog één vraag. Mijn vraag is, zouden er niet meer gelukkige mensen kunnen zijn? De vraag van Theo hier zou misschien ook geïnitieerd kunnen worden in de... Een wijk met allemaal gelukkige ouderen. Dat zou dus over 4 jaar, als we dat dan voor elkaar zouden hebben, dat zou het geweldig zijn. Nee, maar nog even terug op die eenzaamheid. Want een eenzaamheid heeft natuurlijk iets te maken met ongelukkig zijn. En ik vind het wel een leuke discussie hier nu. Je zou eigenlijk die gelukkigheidsindex als onderzoek kunnen gebruiken om te kijken of mensen wel 50-plussers, wel zeker de 70-plussers gelukkig zijn en niet vereenzamen. Want dat is lijkt me een heel vrij ongelukkig bestaan, toch? Nee, kijk, ik zeg altijd, ik ben heel erg voor een age-friendly society. Mm-hmm. En het geluk van mensen hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Het is niet zo dat 50 plus een toverstaf heeft en zegt, nou oké, ik tik je aan en je bent gelukkig. Ze zijn een hele leven in een trendmolen terechtgekomen. En wanneer de trendmolen opstaat, dan zijn ze nergens meer. Ja. Er zijn een aantal ingrediënten die het geluk van mensen zou kunnen bevorderen. En dat is bijvoorbeeld bestrijding van eenzaamheid, zorgen dat ze de juiste zorg krijgen, zodat ze niet zo afhankelijk zijn en zich niet naar voelen. Dat ze naar dingen toe kunnen gaan, dus dat ze kunnen deelnemen aan de samenleving, aan activiteiten. Daar heb je een fijnmazig openbaar vervoer bijvoorbeeld voor nodig. En dat ze financieel niet altijd zorgen hebben. Want als ze heel veel zorgen hebben financieel, dan komen ze ook de deur niet uit, want hebben ze geen geld om boter. Dat zou een potje moeten zijn voor ze. Dat ze lekker naar de bioscoop kunnen. Want heel veel ouderen hebben gewoon geen geld als je alleen AOW hebt. Mm-hmm. Dus ook meer geld maakt gelukkig ook voor de 50-plus-partijen. Voor de 50-plussers. Tuurlijk, want geld is ook wel heel iets waar je ook weer leuke dingen mee kunt doen. En als je zorgen hebt, dan ben je absoluut niet gelukkig. Mm-hmm. Nee. Als je zorg hebt, als je elke maand niet weet hoe je huur moet betalen. Ja. Ik denk dat je dan als oudere niet lekker leeft. Nee. Dus wat je zou kunnen doen, wat wij zouden kunnen initiëren met je en ik, is bijvoorbeeld via de stadsdeelcommissie of er potjes zijn om activiteiten voor ouderen te organiseren die daar zelf niet het geld voor hebben. Ja. Zijn er nog andere vragen en issues en kernpunten van de 50-plus-partij binnen Amsterdam-Zuid en de Pijp waar nog meer aandacht aan besteed moet worden en misschien bij mij in ieder geval ook nog vragen zouden kunnen oproepen? Nou ja, ik denk een issue waar we het nog niet over hebben gehad, maar waar Metje en ik het wel heel erg over eens zijn, is dat we moeten proberen om de integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bewerkstelligen. Er is nu een discours gaande in het onderwijs dat er ongelooflijk veel segregatie is. Hè? Je hebt witte scholen, zwarte scholen. Vandaag of gisteravond was er een discussie dat ook heel veel docenten, bijvoorbeeld 80% of 85% is wit, dus die sluit weer niet aan bij de kinderen met een allochtone achtergrond. Dat zijn zaken die heel belangrijk zijn om het geluk van de stad te bepalen. Maar daarnaast denk ik dat wij als stadsdeelraadcommissie ook moeten kijken
hoe wij de verschillende groepen ouderen met elkaar kunnen verbinden. De verschillende groepen ouderen, want je hebt bijvoorbeeld, laat zeggen, de gepensioneerden, de eerste nieuwkomers, Marokkaan, Turk, of misschien de oude ijssalonhouder die in de jaren 50, 60 en 70 hier ook in Amsterdam naar binnen is gekomen. Die mensen zijn nu ook allemaal 60, 70, 80. Hoe je die met elkaar zouden kunnen verbinden. Hoe zou je dat kunnen doen? Een moskee leegtrekken, een ijssalon en een, een Turks koffiehuis? En dan eens een keer een busreis? Moet ik dat zien? Bij elkaar. Kijk, wat er nu dus gebeurt in Amsterdam. We hebben gisteren nog weer iemand doodgeschoten, hè, onder die jonge lui. Ja. Kijk, die ouderen, de opa's en oma's, die lijden daar ontzettend onder. Mm-hmm. En de ouders ook. Van die bevolkingsgroep? Ja, omdat die jongens, het is, je zult ze eigenlijk al moeten begeleiden als ze 8, 9 jaar zijn. Omdat het is ook zo dat ze dus ook heel weinig initiatief nemen. Omdat als ze hun naam zeggen, dan worden ze soms al niet aangenomen. Mm. Kijk, en die dingen moeten ook ophouden. Ja. En dan zou je, als je daar nou eens mee begint, ik denk dat je dan toch een heel andere kijk krijgt. Een heel andere mentaliteit onder de jongens. Ik denk dat ze ook kansloos zijn. Oké, maar als we het over allochtonen hebben. Dan zou ik graag bevolkingsgroepen, zo'n Nederlandse mensen en bij elkaar willen hebben. En toch daar eens over praten. Hoe kan dit? En hoe lossen we dit op? Maar de generatiekloof bijvoorbeeld bij Marokkanen en Turken is groter tussen Turkse jongeren en Turkse ouderen dan bijvoorbeeld de generatiekloof van de kinderen die 50-plussers hebben. Die zitten wat dat betreft cultureel wel op één lijn. Misschien vind je de muziek niet leuk die ze misschien draaien of een bepaalde andere culturele uitingen. Maar bij Turkse en Marokkaanse gezinnen, de oudere mensen komen uit zo'n andere wereld en zo'n niet-westerse wereld waar hun kinderen en hun kleinkinderen zijn opgegroeid, dat die generatiekloof heel erg moeilijk is te overbruggen. En als wij mensen die uit het Westen komen en in het Westen zijn opgegroeid, daar helemaal geen verstand van hebben eigenlijk. Ja, dat zou kunnen, maar ik denk ook dat als de oudere generatie niet helemaal geïntegreerd is, omdat bijvoorbeeld de vrouwen geen Nederlands spreken, mm-hmm. en de mannen misschien ook niet optimaal Nederlands spreken en in hun eigen kringetje zitten, vaak hebben die kinderen ook een soort brugfunctie gespeeld. Mm-hmm. Voor de samenleving omheen. Ik denk dat in het algemeen ouderen het voorbeeld zouden moeten geven, dat er meer over en weer ervaringen zouden moeten worden uitgewisseld, mm-hmm. Dat er activiteiten worden ontplooid om elkaar te leren kennen. Als dat goed gaat, heeft het ook weer een voorbeeldfunctie voor de jongere generatie. Oké, en er zijn nooit initiatieven geweest om dat soort projecten geweest in Amsterdam? Geweest. Ja. En ze zijn er nog hoor. Mm-hmm. Ik weet dat het in sloten fase, dat ze daar ook een vrouw zit die hele goede dingen doet met allerlei, met een geluksdisco. Ik weet niet, ze doet hele leuke dingen en dat zou ook in de pijp moeten en in de rivierenbuurt. Ja. Nee, daar zouden we nog iets van kunnen leren. Kijk, en dan, je moet elkaar ook wat uitwisselen met elkaar van, kijk, ik doe het zo en het lukt. Even een vraag, wat is eigenlijk eens even voor de kijkers, wat is het verschil tussen een commissie? En wat is het verschil tussen gemeenteraadsleden en wat zijn hun bevoegdheden? Want er wordt nu een beetje door elkaar heen gesproken. Dat was mij eigenlijk ook al een beetje onduidelijk. Nou, de gemeenteraad is de Tweede Kamer van de regering van Amsterdam, dus mm-hmm. van het bestuur. Er worden initiatieven ontplooid en het bestuur wordt gecontroleerd en bepaalde dingen die het gemeentebestuur doet. Moet ook worden goedgekeurd door de verschillende mm-hmm. partijen. Een stadsdeelraadcommissie is nieuw. Is pas sinds deze verkiezing mogelijk. Dus de idee erachter is dat de stadsdeelcommissie een vinger aan de pols is van de mensen in de verschillende stadsdelen. Dus stel, Er moet iets gebeuren in de pijp in de rivierenbuurt. Het fietsenprobleem, mm-hmm. waar parkeren we de fiets? Dat is een groot probleem, vooral in de pijp. En daar zou je beleid op kunnen maken, maar
dat kun je niet zonder dat je de goedkeuring hebt ook wel weer van... De commissie. Van de stadsdeelcommissie. Die kunnen zelf ook een aantal dingen. Maar het is een vinger aan de pols voor de gemeenteraad. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Mag ik het als kort samenvatten? Eigenlijk is die commissie eigenlijk een soort eerste kamer in spe, die eigenlijk de tweede kamerachtige stadsdeelraad controleert. Maar het is meer de stem van de mensen die dus naar het gemeentehuis gaan. Ja, okay. Dat is het. De stem van de mensen. Dat is de stem van de mensen die naar de gemeenteraad gaan. Dat is en dat, beter als je dan in zo'n commissie zit, dan kun je dat overbrengen van dat speelt hier. Ja. En als er gestemd wordt op 9 en op 10, dan voor de gemeenteraad. Dat is voor de gemeenteraad. Ja. Stel voor, jullie komen allebei in de gemeenteraad. Hoe ziet die commissie er dan uit? Of zitten jullie dan ook in de commissie? Hoe zit dat eigenlijk? Nee, op het moment dat, stel je voor dat ik in de gemeenteraad zou komen. Ja. En met je er natuurlijk ook bij, dus dan hebben die... Nee, en ik ben lijsttrekker van de stadsdeelcommissie. Ja. Dan komt een metje automatisch in de stadsdeelcommissie. Ah, oké. Ja. Zo zit het dus. En dan dus kun je met elkaar, dan zouden wij niet meer, maar dan kun je toch samen... Ja, ja. Dan zouden we nog kunnen, nog kunnen afspreken dat ik ben het... Officieel het gemeenteraadslid, zij het officieel stadsdeelraadcommissie. Dus met jullie twee hebben jullie dan een meer invloed om bijvoorbeeld dat fietsenprobleem of dat eenzaamheidprobleem te kunnen oplossen. Precies. Oké, dat is even voor de duidelijkheid. Ik hoop dat dat ook voor de kijker duidelijk is. Even een vraag. Wat is eigenlijk, eens even voor de kijkers, wat is het verschil tussen een commissie en wat is het verschil tussen een gemeenteraadsleden en wat zijn hun bevoegdheden? Want er wordt nu een beetje door elkaar heen gesproken. Nou, dat was mij eigenlijk ook al een beetje onduidelijk. Nou, de gemeenteraad is de Tweede Kamer van de regering van Amsterdam, dus van het bestuur. Er worden initiatieven ontplooid en het bestuur wordt gecontroleerd. En bepaalde dingen die het gemeentebestuur doet, moet ook worden goedgekeurd door de verschillende partijen. Een stadsdeelraadcommissie is nieuw, is pas sinds deze verkiezing mogelijk. Dus de idee erachter is dat de stadsdeelcommissie een vinger aan de pols is van de mensen in de verschillende stadsdelen. Dus stel, er moet iets gebeuren in de pijp in de rivierenbuurt, het fietsenprobleem, waar parkeren we de fiets? Dat is een groot probleem, vooral in de pijp. En daar zou je beleid op kunnen maken, maar dat kun je niet zonder dat je de goedkeuring hebt ook wel weer van... De commissie. Van de stadsdeelcommissie, die kunnen zelf ook een aantal dingen... Maar het is een vinger aan de pols voor de gemeenteraad. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Mag ik het als kort samenvatten? Eigenlijk is die commissie eigenlijk een soort eerste kamer in spe, die eigenlijk de tweede kamerachtige stadsdeelraad controleert. Maar het is meer de stem van de mensen die dus naar het gemeentehuis gaan. Ja, okay. Dat is het. De stem van de mensen. De stem van de mensen die naar de gemeenteraad gaan. Dat is en dat, beter als je dan in zo'n commissie zit, dan kun je dat... overbrengen van, dat speelt hier. Ja. En als er gestemd wordt op 9 en op 10, dan voor de... Dat is voor de gemeenteraad. Dat is voor de gemeenteraad. Stel voor, jullie komen allebei in de gemeenteraad. Hoe ziet die commissie er dan uit? Of zitten jullie dan ook in de commissie? Hoe zit dat eigenlijk? Nee, op het moment dat, stel je voor dat ik in de gemeenteraad zou komen... Ja. En met je er natuurlijk ook bij, dus dan hebben die... Nee, en ik ben lijsttrekker van de stadsdeelcommissie. Ja. Dan komt een metje automatisch in de stadsdeelcommissie. Ah, oké. Ja. Zo zit het dus. En dan kun je even, met elkaar, dan zouden wij niet meer, maar dan kun je toch samen... Ja, ja. Dan zouden we nog kunnen afspreken dat ik ben het...
officieel het gemeenteraadslid, zij is officieel stadsdeelraadcommissie. Dus met jullie twee hebben jullie dan een meer invloed om bijvoorbeeld dat fietsenprobleem of dat eenzaamheidprobleem te kunnen oplossen. Oké, dat is even voor de duidelijkheid. Ik hoop dat dat ook voor de kijker duidelijk is. Eens zijn over het gegeven dat als wij in de stadsdeelraadcommissie zullen komen, dat we dan 1 of 2 keer per week een soort spreekuur zouden houden, waar mensen naartoe kunnen komen om te vertellen de problemen die ze hebben. En dat gaan wij dan noteren en aanhangig maken. En waar zou dat dan zijn? Nou, dat kan bij mij thuis, dat kan bij Metje thuis, dat kan hier in de studio, dat kan... We hebben plekken genoeg waar het kan. Ja. Of misschien is er een café die zegt, kom hier maar, het eerste drankje is gratis. Dat zou ook nog zijn. Je zou ook in het bejaardenhuis aan de Amstel, daar hebben ze een prachtige... het is geen kantine, het is geen café, maar het ziet er allemaal heel gezellig living, uit. Ja. Nou, dat zou kunnen. Dit is dan op dat moment geregeld. Dat is de detailuitwerking. Ja. Het idee is dat wij spreekuur willen houden om mensen de gelegenheid te geven om te vertellen wat ze op hun leven hebben en hoe wij dan misschien hun zouden kunnen. Ja, maar mensen willen ook graag praten over, maakt niet uit. Ja. Hun dingen was ze denken van, dit staat me niet aan en ik voel me eenzaam en ik wil er... Ze willen ook graag met je praten. Dat heb ik ook heel vaak als je op een bankje gaat zitten in het park, dat iemand naast je komt zitten en begint te praten. Dus dat zou ook heel leuk zijn, dat we zulke middagen zouden hebben. Ja. Dat ze gewoon even hun ei kwijt kunnen. Hmm. Oké. Okay. Nou ben ik wel een werkende alleenstaande moeder. Dus mijn tijd is niet altijd... Ik heb soms wel beperkt tijd, maar ik ben zeker bereid om een middag per week... een spreekuur te houden. Ja, en wij kunnen het uitwisselen dat zij een middagje doet en dat ik een middag doe en dat wij nog een keer overleggen. Dank u wel.